Lekker tak de bocht ingestuurd. Heel goed. Oranje, rood. Weer rechtsaf? Linksaf? Oké. Okay. Ja, je zit linksaf. Linkerbaan. Oké, okay. Oh, goed. Waarom linkerbaan? Waarom niet gewoon rechts houden? Omdat je verderop naar links moet. En nu vast naar links. Ja, ja. Hup, gas erop. Rijden. Ik trek nog sneller op dan jij. Busje komt zo. Oh, daar is het busje al. Busje er maar tussen. Bus daarvoor zie je niks. Ja, een beetje daar. Laat het ook mee om. Laat de best doen. Hobbelen. Hobbel, hobbel, hobbel. Waarom een aardgasbus? Waarom niet een waterstofbus? Veel efficiënter. Maar ja, karren, gas erop, huppatee, rijden. Even links of rechts, wat wil je? Zeker links. Ik geef wat links aan. Ja joh, oké. Okay. Heel goed. Niet remmen in de bocht, maar gas erop. Dan weet je ook waar je naartoe gaat. Richting aangeven. Dat is wel zo handig. Daar moet hier zo mistig zijn in de wagen. Jongens, het is gewoon rijden, niet remmen. Kun je de pedalen gebruiken.nl. Daar naar rechts. Mooi. Even lekker achter staan, het is groen. Remmen, klopt. Rijden. Lampaan in de midtunnel. Dan gaat het automatisch zeker. Auto, nou blijkbaar. De ruitwissers uit, laat wat zien. Huppatee. Laatste moment naar links. Ik was de ruitwisser op de interval. Maar straks, wilt u? Ja, en dan moet je een automaat hebt, moet je op de rem trappen. Dat zie ik. De misstap zit onderaan. Dat is wel handig. Ja, dat geeft ook eigenlijk nooit les. Rijden in de mist. Dan moet je eerst de mist hebben natuurlijk. Dan gaan rijden. Sneeuw kan ook nog af en toe gedaan worden, dat sneeuw zijn natuurlijk. Het is hier 50. Dat doen we harder rijden. erop. Gas erop, kom. Huppatee. Je hebt een automaat. Tempo jongens, gewoon met niet te remmen. Jongen, dit is groen. Ja, het is nog steeds groen, verderop ook. Ik kan makkelijk langs links, waarom ga je niet naar links? Je verderop rechts moet, oké. Okay. Normaal ga je altijd hup inhalen. En nu niet. Stand. Rechtdoor zeker. Even kijken wat je gaat doen met richting aangeven. Met het verlaten van de rotonde richting aangeven. Inkomen. Dus dat is hier al aangegeven. Een beetje laat. Wat nu weer? Rechts, links en dan maar rechtdoor. En het is groen, dus rijden.nl. Een beetje aanduwen of zo. Makkelijk langs. Richting aangeven en naar links. Nee? Dat niet. Ja, niet te mee. Maar verderop moet weer geritst worden. Wat zit ernaast? Een diamantje en een ster. Niet remmen in de bocht. Toch, doe. Spiegeltje, spiegeltje kijken en dan weer ras geven. Door het mag hier, 50 of 80. En wat denk je zelf? Nou, deze paar centimeter zeker 80 krijgen. Nou. Nemen en rustig doorrijden, kijken wat die andere auto's doen, gaan allemaal eraf, prima. Ding ab. Om een paar rondjes voor de show. En dan weer eraan. Oké. Ja, dat is rood onder. Mooi gedaan. Hoe noem je zoiets? 6 kwart? Kijk, einde blauwe kom, dan mag je 80. Jee! Kom, kom. Maar dat het wegdek is, moet je een beetje aanpassen. Klein beetje, maar. Nog afstand houden van je voorkant. 3 seconden. 1, 2, 3. Ja, maar 50. Ja. Ja, dit hier moet je zeker 50 hebben. En nog een keer 50, klein stukje. En dan weer 80. Hoi. De hele tijd. Doe maar, je kan het. Ik zou even het gaspedaal te vinden. Zeg je tegen mij ook altijd, lekker gas erop. Over 300 meter. Nou, daar houdt de vormweg op. Nee, rotonde. Dus dan weet je dat het 300 meter is, die rotonde. En daar mag je weer 50, want het is bebouwde kom. Daar meer. Sweet Lake City. Wat gaan we doen? Weer 6 kwart. Dat is dat achter. Niet? Amerika wel? 70, mooi. Als erop naar 70. Je hebt automatisch, hoef je niet te schakelen. Dat scheelt. Daar weer 50. Ik neem nu vast wat gas terug. Zodat ik niet hoef te remmen. Wat jij wel doet. Nog meer remmen. Nou, daar is dat. Gewoon gas naar beneden. En niet remmen in die bocht. Nou. En weer. Ik neem gas. De kant ga je op, rechtdoor. In ieder geval richting aanrijden. Beetje laat, hè? Maar goed. Ik heb daar aangegeven. Dat zegt al iets. Dat is heel goed zo voor jou. Andere richtingen. Oranje. Door maar op de rechterbaan. Heel goed. merkte, nou, wegwerkzaamheden. Weg met die werkzaamheden. Er is helemaal niemand aan het werk hier. Nou ja, maar die Piet is aan het werk. Die daar een bord einde bij heeft. Vlak achter bord 50, dus hoe hard mag je hier dan? Ja, vlak erachter, zodanig dat je het bijna niet kan zien. Ik zag alleen de 5 en niet de 0. Maar ja, wat wil je? En toen? Gaan we hier invoegen of wat? En weer aan. Ja, ja. Dan gaan we eraf, is goed. Ik neem wel lekker gas terug. Jij gaat remmen, ik niet. Jij hebt een automaat, dus dan moet jij remmen. Ik heb een schakel, dus schakel ik gewoon lekker terug. Lekker remmen op de motor. Van je pedalen te gebruiken verder. Links, rechts, rechts. Is dat rechts voor het beeld? Nou, rechts aan. Rep meteen. Niet meer kruinen. Nee, niet meer kruinen ook. Maar rechts aan. Weer gaan remmen. Gaan we eraf of gaan we rechtdoor? Rechtdoor, oké. Helemaal. Wat je allemaal van plan bent, maar geef het op tijd aan, zou ik zeggen. Dus dit rechtdoor, we slaan we af. Nou, doe je goed. Je wil niet met 50 op zo'n heuveltje rijden, nee. Uitritten hebben geen voorrang. Gewoon lekker doorrijden. 30 zone. Zo dan. Komt een ding uit de boom vallen. Pok. Dat steek ik even. Nou. Helemaal goed. Maar je kan vooruit. Dat de partij weg is. gebracht aan een achterpaard. Dan waren we in de parkeervak staan. Voorrang heeft, speciale verrichtingen, zou je moeten weten. Nou, lekker doorrijden. Nou, maar wachten. Het is een 30-zone, we gaan ook 30 rijden. En niet op een heuveltje natuurlijk. En zeker niet bij een onoverzichtelijke bocht zoals dit. Komt er vandaan? Ik fiets, maar ik ben hier. Helemaal goed. Remmen. Het is een uitritconstructie. Sterker nog, het is een uitrit. Hierin. Nee. Even verkeerd dit. Doe je? Helemaal goed. Jij wel. Beeldscherm van de camera zit dat rode licht van het verkeerslicht heel erg te knipperen. Een beetje vreemd. Waarschijnlijk komen dat het een 50 hertz licht is, niet een 100 hertz. Ja, dat is een beetje schoon. Maar het groen is ook wel knipper. Met de weg mee tot de rotonde en dan. Ja, rechtsaf. Oké. Over de per se tussen aanrijden of wat? Even lekker aan de kant. Zo kan ik ook niet zien waar we naartoe gaan. Rechtsaf, oké. Opel gaat niet rechtsaf. Mooi. Heel erg. Dag Opel. Bochtjes. Niets doen, gewoon lekker doorrijden. Als erop. Mag hier. En dit is ook iets wat ik niet begrijp. Een dubbele doorgetrokken streep. Betekent dat je beide kanten niet mag inhalen. Waarom dubbel? Waarom niet gewoon een enkele? Daar gaat ook niet overheen. Stippellijntje, dubbel stippellijntje, begrijp ik. Aan beide kanten wel eroverheen. En weer remmen voor de bocht niet. dus en slakken op de weg. 30 rijden, nee toch, 35 dan. En nog lang dan. Op de fiets aan, dat is heel uit weg. Gewoon lekker door rijden, huppatee. Dat ik het ook. Ja, dat begrijp ik. Daar gaan ze aan, of wat? Dat gaan wij doen. De bocht omgaat. Langzaam een stukje met jou meerijden. Dan krijg ik weer fietsertjes. Nou, ben ik langs de kant gaan staan. Debring. Ja. Een Debringer. Mooi. Kom maar. Lekker zo. Die gaat hier uit. Hier rechtsaf. Oké. Okay. Die gaat waar naartoe? Ja, die heeft voor, die blauwe ook. Dan mag jij oppassen voor dat fietsertje. Fiets de rit ook. Oké. Donderdag of zo. Het is meer de Rotondestad. Of Rondonde, zoals jij dat prachtig noemen. Rechtsaf? Ja? Oké. Okay. Een beetje laat aangegeven. Maar dat geeft niet, ze geeft het aan. Geen geluid, is rechtuit. Geen gehoor, is rechtdoor. Ja. Geen gezeur is echt deur. En nu. Ik heb nog iets eerder aan kunnen geven. Maar goed. Je geeft aan, dat is netjes. Ik heb het niet uitgedaan. Nou, nee. Er is iemand. Niemand die de weg wil kruisen. Helemaal goed. Zal ik je fietspad meenemen? Terugbrengt die je er ontdekt. En nu. Je ziet dat die al naar rechts gaat. Ze willen nog afstand houden. Maar nee, dat blijkt te moeilijk voor je voorganger. Remmen voor een heuveltje, heel goed. Een heuveltje weer af. Ja, wie gaat daarvoor? De tegenpartij. Tesla o gay model. Geen geluid is rechtuit. Geen gehoord is rechtboord. Ja, constructie. Iedereen gaat erachteraan. Oké. Heb ik een ongeluk of deed je dat zo expres? Ja. Een dealer ontdekt, meerdere. Dan gaat het zouten fietsertje doen. Prachtig, mooi. Rechtdoor, rechtsaf, geef tijdig aan. Rechtsaf, helemaal goed. Jij mag door naar de volgende ronde. Wat zit er nou weer achter me? Nou, schuin achter. Een grijze. Ja, de fietsertjes hebben rood. Dus weer lekker doorrijden. Mooi zo. Ik ook. Ik heb ook vol. Eindhoven. Helemaal uit Eindhoven hier naartoe? Klerend. Nee. Als je nou kleren moet bezorgen op een landweg, heb je dan een klerenrent te bezorgen? Vraagtekens. Oranje. En op. En daar ook weer oranje. En ook weer rood. Komt dat niet op het beeld? Eeuw. Albert, Hoogvliet, Aldi. Dan nog bij dat hier geen Jumbo of wel? Distributiecentrum is. anders is, dan hoor ik het wel. Deze weg weer uit. Mag ik dit stukje 80 dan? Hoor. En op. Nou, 17, Utrecht 44, Rotterdam 15. Oké. Okay. Ja. We zitten dichter bij Rotterdam dan bij Den Haag. Oké. Okay. We zitten in Utrecht, we kunnen daar rijden, is ook leuk. Blijf hier rijden. Dus geef je wel rechts aan dan? Nee, nog niet. Want het gaat recht doen. Helemaal goed. Het is 80 kilometer weg, heel beetje. Vrachtwagen waar je achter wil gaan staan. Ga er lekker naast. Maar nee, dat is te moeilijk. Je houdt niet van vrachtwagens. Ga lekker inhalen. Kom. Dat is ook hier niks, zeg je altijd. Luif, dat heeft ook binnen. Ja. Ja, dat is groen. Ik ga vast rijden. Kom, gas erop. Richting aan kijken en de langs. Maar nee, niet in het durf in te halen. Maar dat is te eng. Verderop de achter dan ook nog. Nou, 3 banen rechtdoor en eentje rechtsaf. Natuurlijk moet je weer die baan rechtsaf. Nee, niet wel. Ja. Niet aangeven, dan weer uitzetten en weer aanzetten. Er is geen verkeerslicht hier, zo lekker zo. Oh, hier staat verkeerslicht. Er staat nog brood ook. Fabrieksterrein. Vers Zuid, nog nooit van gehoord. Maar het zal wel. Terwijl het hier 30 is. Ja, ja. Naar een einde. We mogen ook hier weer tractoren rijden. En het vreemd. En weer 50. Hier is 50 en hier is 30. Ja, ja, tijdelijk. Dat is op verheugeltjes. Dit is 70. Knallen die handen. Het is bizar. Niet verbazen als dit af is hier links, dat hier weer een bord 50 komt te staan. Werkzaamheden, 30, maar er is niemand uit werk. Het zal waarschijnlijk op termijn vervangen worden door bord 50. Omdat er een afslag is. 70 staat doorgekrast. Maar het is na een afrit, dus dan gelden alle voorgaande borden niet meer. Wat snelheidsbeperking betreft. Hier weer einde. Mag ik dan weer 70 rijden? afslappen en zo. Maar dan kunnen mensen bijkomen. En als het daar weer zeven. Dus deed ik in die mini-stukje. En dan weer 50. Met een bocht. Ja. Zet er gewoon een bord. Is 130 meer. En hier is weer 70. Tot daar. Dat is toch vermoeiend. Voordat je 70 rijdt, moet je weer 30 rijden. Zet er gewoon lekker 50 neer en overal worden 30 waar het even nodig is. Veel handiger. En hier is weer 50. Oké, maar dat is standaard. Dicht niet. Als de boom staat. Ja, hier staat. Rechtsaf? Oké. Dan ga ik ermee. Ja. Nu weer aangeland. Hidalgo, kampeerdump, René Car Technics, linksaf, geen rare fratsen. Platina staan. Leuk. Een beetje heb meteen op de kant. Waar gaan we naartoe? Linksaf. Je geeft het op tijd aan. Gefeliciteerd. Gewoon lekker doorrijden. Gas die bocht door, huppatee. Het busje nu pas langs op de kruising. Jij bent je plusauto achter me. Niet gezien, dat was het een probleem geweest. Heb je een fietspad op? Kijk het wel? Ja, daaroverheen. Zeemeer! Oké, zoek er meer. april zie ik wat meer. Rustig. Okay. Sneeuwtoestand. Oh, nou wordt het niet. Kom maar. Is dat? Kunnen net 3 auto's door volgens mij. Een treintje. Die bomen gaan weg. Dagboom. Ik ben benieuwd. Maar eerst. Hier de slagbomen weer open. Dat is vreemd. Geel met blauw. En meegroen, kom maar jongens. En meisjes. Dames, heren, appelen, peren. En dit is weer oranje. En rood. We doen het afwerken. Weer 50. En waarom ga je niet links staan eigenlijk? Dat doe je toch altijd? Ja, mooi. Netjes bochtje nemen. Niet links, hè? Als je rechts aangeeft, moet je naar rechts gaan. Daar mag je recht door. Oké. Busje komt zo. Sterker nog, daar is het busje al. Dat is zeker de Mandelabrug rechts, hier rechts. Nelson Mandelabrug. Noemen we dan 70 rijden. En er komt een vrachtwagen aan. Hij zou inhalen als je niet oppast. Met al die corridors. Gausplein. Ja, op de blauwe auto aan. Die maar eerst aan. Pak ik hem erachter wel. Helemaal goed. Nee, geen douw. Woonshop.nl. Ja, ja. Ik zie ook niet dat vaak onderweg. fietsers die overal nergens tussendoor komen. Zoals deze dame hier links. Met een groene fietstas. U rijdt niet. Oké. Fopje. Heel goed gedaan. Nou, wel even rechts aangeven. School zo, moet je daar 30 rijden of zo? Denk ik. Parkeren op een kruis. Dat is wel handig. Dat is altijd plek natuurlijk. Niemand durft hem daar neer te zetten. Niemand uit de zijstraten? Nee, mooi. Geen richtingsparkeren allemaal. Nu weer wel. Hij is te traag. Hobbel, hobbel, hobbel. Tegenliggertjes. Gewoon lekker rustig doorrijden. Helemaal goed. Niks aan het handje. Hier ruimt overlaat voor een fietsertje. Tegenliggertjes. Even langs de kant gaan. Nee, doorrijden. Kom. Wachten hier. Gas erop. Kom. 30 rijden. Lekker 30 gelanceerd worden over die heuveltjes. Nou weer toch. Wow, wat gaan we doen? Dat daar een beetje te wachten en te niks. Hè. Als je gewoon even doorrijdt. Maar nee, dat is te moeilijk. Gaan we hier linksaf? Nee? Rommeltje. Rommelt. Even wel iets eerder aan zou geven, meisje, maar wat. Luifelweg. Het goed hè. Hij remmen gewoon een heuveltje, gewoon lekker gas erop. Even bij moeilijke manoeuvres. Dat ik ietsje eerder aan kan rijden. Kijk, is hier? Nee, nee, ook niet. Rijden hoor. Al die heuveltjes en hobbeltjes, kuilen in de weg. Een prima examenroute denk ik, met wel die rare frutsels en tweerichtingsverkeer. met een onoverzichtelijke bocht erachter. Dan kan je hier tussendoor kijken. Hobbel, hobbel, hobbel. Heuvel, heuvel, heuvel. De enige plek waar je goed rijdt zijn die verkeersdrempels. Ik zou niet zo'n hend uitgeweken hebben, maar goed. Einde 30 zone. Nou, als je hier 30 kan rijden, dan gefeliciteerd. Fietsertje daar. Hoppel, hoppel, hoppel. Links op. Oké, dat is gewaardeerd. Mag je weer door? Komt er niks aan? Nee? Die kant wel? Die kan sneller. Dat is beter. Oranje. Hier weer in. Oké. Okay. Is dat akelig rijden zo? Oh, dat we even langs Jim gingen. Een lekkere TP scoren. Jammer, dan niet. De BPT-route ofzo. Ja, welke BPT? Ik weet het niet. Al die rutsteestraatjes gaat controleren, weet ik het. S'avonds had hij wel een beetje donkerder zijn, denk ik, ondanks de lantaarnpalen. Zeker met die bomen overhangend over de weg. Hier links, oké. Okay. Wat een zigzag, waarom zo zigzaggen? Twee richtingen, terwijl je maar plek is voor één auto. Dat is een mega heuvel, dat moet je niet met 50 nemen, nee. Dan kun je je pilotenpak wel aantrekken, denk ik. Net zoals deze hier. Linksaf? Ja? Oké. Okay. Links van rechts? Nee? Mooi. Wel iets van links. Maar die kan wel lekker doorrijden. Hier zo'n hobbelweg. En nu, links, rechts, rechtdoor. Rechts dan, oké. Okay. Rijden tot het verkeerslicht, staat op groen. Rechtsaf, linksaf. Linksaf, oké. Okay. Wat gaat er fout hier? Mm-hmm. En het op. Lekker als het grote stuk, en dan weer putstraatjes. Dat is toch niet te doen hier? En is er twee rechtheidsverkeer? Nou, en doen. We blijven aan deze kant staan, dan kan je er langs. Helemaal goed. Karama. Bocht parkeren, dat is ook handig. Dan kan je het goed zien wat er om de bocht komt. Niet dus. Kuilen in de weg. Zelfs kuilen op die verkeersdrempels. Weet wel te verzinnen. En naar links. En zo. Dan weer naar links of naar rechts? Naar rechts, oké. Okay. Gaan we naar rechts, is goed wat jij wil. Nog meer prutstraatjes zeker. Geen idee waar je allemaal naartoe wil. Hoeveel prutstraatjes. En in de 30-zone, oké. Niks links, wel iets rechts. Ga even doorrijden. Ja, doe maar. Straatje moet er nog wat tussen gaan zitten. Lekker dan.